moeders van de kleinkunstlaureaten van de Vlaamse Cultuurprijs. En eindelijk zijn ze helemaal terug hier aan onze tafel. Geert Noppe, Klaas Delru en Maarten van Michem van Yevgeni. Welkom. Jullie kennen de minister. Zijn jullie ook van plan om maar voor de rechter te dagen trouwens? Of... Nee, we moeten haar eigenlijk bedanken voor de grootste reclame-stunt die we ooit gehad hebben. De grootste stunt, ja. Een jaar of twee geleden. Dus ja. Wie is chef? Ik ben genie, anders. Ja, oké. Okay. Maar want, ja, ik vraag het, want jullie maken wel geëngageerde teksten vaak, hè? Milieu en dat soort dingen, Klaas? Ik ben opgegroeid als een geëngageerde rakker. Wij delen dat ook voor een stuk. Ja. Ik denk dat daar niks verkeerd mee is, in tegendeel. Maar artistiek is dat wel voor mij een zoektocht geweest van... laten we zeggen, van het eerste album bijna met het vingertje naar waar we nu staan. Wat we straks gaan spelen, Mensen zijn maar mensen. Om dat engagement een beetje in een rockjasje of in een popjasje te verpakken... mag je eigenlijk, om een of andere reden, ik zoek nog steeds waarom... mag je eigenlijk niet te hard met het vingertje zwaaien, want dan werkt het... averechts. En dat is een heel belangrijke zoektocht voor artiesten, vind ik. Om te zeggen, van hoe ver kunnen wij ons engagement expliciet in onze kunst steken? En waar houdt het op kunst te zijn? En wordt het een... Flat Stein is daar ook heel straf in, trouwens. Ja, ik ga het eens aan de muzikanten vragen. Geert en Maarten, jullie zijn niet de zanger, wel de muzikanten meemakende muziek. Hoe geëngageerd zijn jullie achter jullie instrument? Achter het instrument? Dat is wel... Een moeilijke vraag. Maar ben je daar zelf mee bezig? Of ben je muziek aan het maken? We zijn muziek aan het maken. Zoals Klaas zegt, je bent in de eerste plaats te proberen maken dat de mensen raakt. Iets dat mooi is of dat belangrijk is op een of andere manier. En de boodschap daarachter is van secundair belang. Maar dat wil niet zeggen dat hij er ook mag zijn, natuurlijk. Ja. En los van het Yevgeni-verhaal zijn we er ook wel mee bezig. Ja. Maar in de kunst of in de kleinkunst die we proberen maken, is dat van secundair belang, denk ik. Ja, want zelfs in kleinkunst zit het natuurlijk vaak. Zeggen jullie, 4 jaar hebben jullie geen plaat meer gemaakt. 2 jaar niet opgetreden. Maarten, was het dan bras? Het scheelde niet veel. Nee, helemaal niet eigenlijk. We zijn gewoon sinds ons ontstaan non-stop bezig geweest. Ik denk toen we de NECA-wedstrijd wonnen in... Slaan we dood, 2002. Zijn we eigenlijk non-stop bezig geweest. Platen maken, optreden... Tournees promoten enzovoort. En ja, 2 jaar geleden was het eigenlijk even genoeg geweest. We voelden dat we nood hadden aan een rustpauze, ook om andere dingen te kunnen doen. Van elkaar? Van de muziek? Nee, gewoon, van... gewoon puur om non-stop met die groep bezig te zijn, met die muziek. Om het muzikaal een beetje frisser te houden, was het wel eens even tijd om even te stoppen. Ja. Was het eens nodig. Ja. Maar wij maakten ook, dat is niet veel groepen gegeven, wij maakten om de 2 jaar een album. Theatertour, festival, clubtour. En eigenlijk onze theatertour van ons laatste album is dan ook nog eens hernomen. Dus we zaten met onze theatertour tegen de release van ons volgende album. Klaas. En dan dachten we, nee, dat gaat niet lukken. Dus er moet een pauze komen. Ja. En hoe is het om dan terug te komen? Zo? Ja. Oh, heel tof. Hè? Het fijne was ook dat we eigenlijk de kans gekregen hebben om een aantal andere dingen te doen. En daardoor wat extra Je hebt allemaal echt solo-projecten. We hebben niet stilgezeten. We zijn alle drie met een aantal andere dingen bezig geweest. Klaas heeft zijn Frans project gedaan, Maarten is met Soul Pilot bezig geweest. En ik heb Walrus opgericht. En daardoor hebben we ook wat nieuwe input gekregen. Ja. En zijn we eigenlijk nog veel frisser terug samen begonnen. En met heel veel goesting en gretigheid. En wie belt er dan eerst? Wie heeft er gebeld? Ja, dat was al lang op gesproken. We bellen gewoon geregeld, hoor. We zien elkaar nog... Het is niet dat wij elkaar niet gezien hebben 2, 3 jaar. Ja. Nee, dat was zelfs een van de dingen. Wij zijn eigenlijk ook vrij zeldzaam daarin. Een van de groepen die eerst vrienden waren en dan een band gevormd hebben. Maar je band wordt dan ineens succesvol. Dus je ziet elkaar eigenlijk alleen nog professioneel. Ja. En dat was eigenlijk ook een van de vele redenen om eens een sabbat te doen, dat je elkaar terug gewoon eens op café kunt zien zonder dat soundcheck is of zonder dat er een interview is of zonder dit. Dat heeft ons allemaal heel veel deugd gedaan. Ook die nevenprojecten, je leert iets van andere muzikanten dat je kan meenemen naar Yevgeni, maar je beseft ook dat het gras niet altijd groener is aan de andere kant. Dus je gaat met dubbel zoveel goesting
Seks met je ex, is het zoiets? Ja, misschien wel eigenlijk, ja. Ja, daar komt maar daarna in. Ook terug. Dat was eigenlijk echt de reden waarom we zo'n goede plaats gemaakt hebben. Dat we daarna terug samen mochten. Jullie hebben daarnet hier al in het café Showcase gespeeld. Mensen waren daar heel enthousiast over, heb ik begrepen, die hier allemaal zitten. We gaan naar een korte, beknopte samenvatting kijken daarna. Komen jullie met ons mee, Antwerpen? Het gewoonte zit Klaas dan al te juichen. Ja, als het thuis begint. Ja, het zaligste dat er is. Mooi om te zien. Appelbestje is dat? Ja, dat is true. Ja, Sven, jij is op theater? Ja, dat doet het allemaal voor. Ik heb mij laten vertellen aan jullie wel, uit elkaar en dan weer samen, dat het anders werkt nu. Maarten, het is nu... Ja, we zijn een beetje op een andere manier te werk gaan. Ook onder meer door die nevenprojecten. Klaas heeft heel veel energie en eigenlijk songmateriaal in zijn Franstalig project gestoken. Maar op het moment dat we terug echt moesten beginnen, nou, er is een release-datum vastgelegd en zo natuurlijk. Er was er niet veel dat op de plank klaar lag om direct mee aan de slag te gaan. Dus we zijn gewoon als groep met een leeg blad. Zoals veel bands dat doen, denk ik. Maar wij hadden vroeger meer de manier van werken. Van singer-songwriter komt met songs naar een groep en die kleuren die verder in. En nu was het gewoon een samenraapsel van ideeën. Ja. Waar Klaas dan... Ja, hè? Dus Geert, op deze cd is jullie stempel groter? Dit is veel harder een groepsplaat dan de vorige plaat. Zoals Maarten zegt, Klaas van vroeger af met een song, een ruwe diamant noemden wij dat, die wij dan verder konden inkleuren. Ja. En nu is het omgekeerd, inderdaad. Wij zijn met ideeën afgekomen, allemaal. Ook de gitarist Maarten, Klaas. Stijn herkent het helemaal. Nee, ik zat even te kijken, omdat ik ken de groep ook al wel langer. Heel sympathieke, fijne groep. En iedere keer, en nu kan ik het eindelijk vragen... Overleggen jullie ook over welke kleur hemd jullie hadden? Absoluut. Dat valt me nu al 5 jaar op. Dat kan geen toeval zijn dat hij op een repetitie of wat weer Stijn de kleur, hè? Bijna hetzelfde naam. Ja. Stijn, ze hebben zelfs gebeld naar minister Schouwvliegen om de eerste kleur te trekken. Dus, minister van Mode. Oké. Deze fantastische plaat. Ja, we zien er nu eens goed uit. Daar gaan jullie uit spelen. Mensen zijn maar mensen. Ik ga jullie richting het podium sturen om dat allemaal te doen. Absoluut. Dankjewel, Yevgeny. Graag gedaan. Ja, daar is de camera. Ik wil ze aankondigen, maar ik heb hier een voormalig minister van Cultuur, mevrouw Schouwvliegen. Die heeft tot bij mij gekomen. Zij kan al zo goed als Yevgeny is. Ja. Mevrouw Schouwvliegen, kom er even bij. Daar is de camera. Dames en heren, muziek. De nieuwe single heet Mensen zijn maar mensen. Dat zijn wijze woorden. En ik moet zien dat ik voor eens en voor altijd het juist uitspreek. Hier is geen Jeff, Yevgeny. Kijk hoe het hart een antwoord weet als het hoofd een
jij wel des te meer gelijk. Het is niet altijd wat het lijkt. Kijk hoe het haalt, soms ook bezwijkt. De goede wereld niet vergaat, want mensen zijn maar mensen. Als alles maakt in overdaad, als we dansen naar. Slaat. Kijk hoe het hart een antwoord.